Hey, goedemorgen. Het is 2:10. Ik was vanaf 1 uur constant maar Instagram aan het scrollen op mijn telefoon, omdat ik gewoon niet wilde opstaan. Ik weet niet wat er aan de hand is, want ik was om 10 uur was ik wakker. Ik was zo moe dat ik echt dacht, no, ik ga er niet uit. Toen ben ik nog blijven slapen en nu ben ik dus pas om 1 uur wakker geworden. Maar ik merkte het gisteren al, ik ben echt zo intensief moe dat ik heb gewoon heel veel rust nodig. Weet je wat ik merk? Op het moment dat ik met iemand anders samen ben, zoals bijvoorbeeld met Aukje en Sian of nu 2 weken met Stefan, dat ik heel snel mijn eigen ritme kwijtraak. Wat ik op dat moment niet merk, maar pas als die persoon weg is, dan merk ik dat ik eigenlijk best wel moe daarvan ben. En ik weet niet of het komt doordat ik dan al een tijdje alleen reis en heel erg aan mijn eigen schema gewend ben. Of dat eigenlijk misschien, als ik thuis ben, ook altijd aan de hand is, maar dat ik dat eigenlijk gewoon niet merk. Vrij interessant om te ontdekken. Ik ga het vandaag even dus gewoon heel rustig aandoen. Ik wil een video filmen voor morgen, voor zaterdag. De presentatietips. Dat moet niet al te veel tijd en energie kosten. En dan kan ik die misschien vanavond editen of morgen. Want ik ga hem denk ik pas om 12 uur online zetten. Voor nu heb ik wel een superleuk plan. Bananenpannenkoeken. Eindelijk. En vanavond voor het eerst weer echt koken. Heb ik ook zoveel zin in. Dus het wordt gewoon een hele relaxe dag. Met eigenlijk gewoon huistuin en keukendingetjes. Oh yes. Bananenpannenkoeken met goji bessen. Mijn moeder had goji bessen mee. Ik heb gisteren eieren en bananen gekocht. Dit is mijn thuisgevoel. Bananenpannenkoeken, echt waar. Je kan me met geen ontbijt blijer maken dan dit. Oké, misschien soms, als ik er echt trekking heb, Eggs Benedict. Maar dit, oh, zo lekker. Trouwens, als je ze wel eens hebt gemaakt en het is misgegaan, dan kan het aan 3 dingen liggen. 1, je hebt ze te groot gemaakt, wat de meest gemaakte fout is. Want dan kan je ze niet zo lekker flippen. 2, je hebt te weinig olie in de pan, waardoor ze gewoon vast blijven plakken. 3, je probeert ze te snel om te draaien, want de bovenkant moet zeg maar helemaal droog zijn voordat je ze omdraait. Oh ja, 4, je hebt het vuur te hoog staan, waardoor de onderkant wel zeg maar gaar wordt, maar de bovenkant niet. En dan kan je ze heel moeilijk omdraaien. Dus zet het vuur, ik zet mijn vuur meestal op 7. Dus wel heet genoeg om ze snel genoeg te bakken, maar niet om ze te laten verbranden. Maak ze ongeveer deze grootte, de grootte van de bovenkant van een mok, om het zo maar te zeggen. En draai ze pas om als die bovenkant zeg maar helemaal droog is. Dan krijg je de beste bananenpannenkoeken. Hi, dankjewel dat je kijkt naar een gewone, reguliere, standaard aflevering van Enterprise Me TV. Via Facebook krijg ik af en toe privéberichtjes. En een van jullie was zo blij met de presentatietips die ik haar had gegeven of voor een presentatie op haar werk, dat ze zei, joh, daar moet je echt een video van maken. Bij deze! Ik heb net een video over presentatietips opgenomen. Deze is vorige week zaterdag online gekomen wanneer je deze ziet. Ondertussen heb ik ook boodschappen gedaan. Ik ga je even laten zien wat ik heb gekocht. Mijn camera was aan het opladen, dus tijdens boodschappen doen kon ik niet vloggen. Wat heb ik gekocht? Een Aziatische aubergine. Die zijn een stuk langer dan die van ons. Ik heb fuju gekocht. Dat is Chinese gedroogde tofu. Super lekker. Ik moet even kijken hoe ik dat ga maken. Ik ken het alleen maar zeg maar klaargemaakt. Ik heb het zelf nooit gemaakt. Broccoli, want ik ga een stoofpotje maken. Tomaatjes. Uien. Citroenen, want ik ga weer beginnen met mijn lauwwarme citroenwater in de ochtend. Aangezien ik nu toch voor ongeveer nog 10 dagen bij mijn broertje woon. Oh, fruitvliegjes. Ieuw. Ik heb peertjes gekocht als snack. Ik heb makreel gekocht als snack. En ik heb sardientjes gekocht als snack. Ik ga echt weer goed aan mijn clean eetpatroon beginnen. En dan ga ik nu lekker eten maken voor mij en mijn broertje. Een stoofpotje. En we eten bruine rijst met een stoofpotje van broccoli, aubergine, tomaatjes en uien. Voor het eerst weer gekookt in 3 maanden. Woep woep. Oh mijn god, het geluid van de video die ik vanmiddag heb opgenomen is zo slecht dat het gewoon echt niet kan. Ik ga nu om bijna 11 uur 's avonds weer een nieuwe video opnemen. En ik moet nog de vlog van morgen editen. Joyce. Hey, dankjewel dat je kijkt naar een gewone aflevering van de Enterprise Me TV. Vertrouwen me, neemt echt die angst weg. Dit is ook de methode die Navy SEALs, Amerikaanse Navy SEALs, dat zijn een soort mariniers, gebruiken om over hun angsten heen te komen. Hey, het is weer bijna 2 uur. Wauw, mijn slaapschema is echt
Messed up. Ik hoop dat we morgen naar het strand gaan. Als het lekker weer is, daar heb ik echt zoveel zin in. Gewoon even helemaal relaxen op het strand en verder niks doen. Ik moet morgenochtend wel de video voor vorige week zaterdag editen, wanneer je dit ziet. Maar dat moet wel eens goed komen. Ik hoop echt dat het geluid deze keer wel goed is, want deze kamer echo'de ook een beetje. We gaan het zien. Vind je deze vlog leuk en wil je meer van mijn travelvlog zien? Abonneer je dan hier. Nee, ik ben echt te moe. Vind je deze vlog leuk en wil je meer van mijn travelvlog zien? Abonneer je dan hieronder. En als je oudere afleveringen wil zien, je krijgt er nu nog niet genoeg van, dan heb je hier alvast de vorige aflevering. En die leidt je ook naar de afspeellijst van alle travelvlogs. Kan je die ook in één keer kijken. Welterusten, dankjewel voor het kijken en tot morgen!